Kapitein Silvano Blokland heeft het commando van het Territoriaal Commando Nationaal Leger West overgenomen van majoor Wim Daal. De ceremonie voor de commando-overdracht vond plaats op woensdag 3 januari in de professor Dr. Ali Kazerne in aanwezigheid van kolonel Werner Kio Asen, bevelhebber van het Nationaal Leger. Kio Asen bedankte majoor Daal voor zijn waardevolle ondersteuning in het voorbije tijdperk en wenste kapitein Blokland veel succes in zijn nieuwe rol. Het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu, ROM, heeft aan de Opoyari-viering op 5 januari 2025 een evaluatiemoment voor 2023 gekoppeld. Het ministerie behaalde 75% van zijn doelstellingen en streeft voor 2024 naar 95%. Prioriteiten omvatten ruimtelijke ordening, oprichting van een milieuautoriteit, holistisch afval- en waterbeheer met gemeenschapsbetrokkenheid en het verbeteren van openbare ruimten. Minister Stephen McAndrew sprak zijn tevredenheid uit over 2023 en zei te gaan voor verbetering in 2024. December markeerde het begin van de kleine regentijd in Suriname, maar met minder regen dan gebruikelijk. De intertropische convergentiezone, ITCZ, was niet erg actief, behalve voor enkele dagen van zware regenval. Het jaar eindigde met goed weer door de verplaatsing van de ITCZ en drogere lucht. El Niño resulteerde in minder regen en zal naar verwachting aanhouden, met een piek in januari en hogere temperaturen in Suriname en elders. Voorspellingen tonen aan dat januari, februari, maart droger en warmer zullen zijn als gevolg van El Niño. Het afgelopen kwartaal had Suriname gemiddeld 25% minder regen dan normaal.